Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Ik was wel vaak heel vrolijk, heel vrolijk, heel vrolijk. Maar zo behoorlijk vrolijk was ik nog toen nooit. Soms is hij ongelukkig, ontzettend ongelukkig. Soms is hij ongelukkig, dan sterft hij van verdriet. Vandaag ben ik zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Leuk dat je keek, tot volgende week, dan zijn we weer bij de bar. Donderdags presenteren Hanneke Kappe op locatie en Robert en Brink in de studio in Hilversum het bijna twee uur durende populair wetenschappelijke spelprogramma Wereldwijs. Elke uitzending staat in het teken van een bepaald thema. Wereldwijs, donderdag 9:15, VARA, Nederland 1. Goedenavond. In de Sovjetrepubliek Azerbeidzjan zijn ernstige onlusten uitgebroken tussen Armeniërs en Azerbeidzjanen. In Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, zijn daarbij zeker 25 mensen om het leven gekomen. Andere bronnen spreken zelfs van veel meer doden. Het etnische geweld gaat nog steeds door. De rellen in de hoofdstad Baku ontstonden na een massabetoging van Azerbeidzjanen voor onafhankelijkheid. Tijdens die demonstratie werden pamfletten uitgedeeld die opriepen tot een pogrom tegen de Armeniërs. De menigte trok daarop naar de Armeense woonwijk in Baku en daar werden huizen van Armeniërs bestormd. Tientallen mensen werden op beestachtige wijze afgeslacht. In Baku is totale anarchie. Volgens plaatselijke bronnen hebben de autoriteiten de toestand niet meer onder controle en heeft het Azerbeidzjaanse volksfront de macht in feite overgenomen. Daarmee zijn de spanningen die al in 1988 ontstonden tot een climax gekomen. Tijdens de anti-Armeense pogrom gooiden Azeri zich in de hele stad op Armeense woningen. Huisraad en zelfs oude mensen werden uit vensters gegooid. Armeniërs op straat werden mishandeld en vaak op gruwelijke wijze vermoord. De pogrom zou de hele nacht hebben geduurd. Ondertussen doen de wildste geruchten de ronde. Armeniërs zouden verstaan zijn gegeven dat zij binnen 2 dagen Baku moeten verlaten. Ook zouden Armeniërs massaal ontvoerd worden en op schepen in de haven worden vastgehouden. Vanuit Moskou zijn intussen extra troepen overgebracht om te proberen de situatie onder controle te krijgen. Uit protest tegen de onlusten zijn in de Armeense hoofdstad Yerevan meer dan 500.000 mensen de straat opgegaan. Ze eisten van Moskou een betere bescherming voor de Armeniërs in Azerbeidzjan. Een korte maar hevige brand in een disco in de Spaanse stad Zaragoza heeft tientallen bezoekers het leven gekost. De slachtoffers kwamen allemaal uit Zaragoza. De oorzaak van de brand was kortsluiting. De brandweer was er in 5 minuten bij en had de vlammen binnen een kwartier geblust. Maar zelfs dat was voor 43 van de bezoekers al te laat. Ze kwamen niet om het leven door het vuur, maar omdat ze een soort gifgas hadden ingeademd. Dat was bij de brand vrijgekomen uit het materiaal waarmee de disco was ingericht. Het moet verschrikkelijk snel in zijn werk zijn gegaan. De brandslangen bleven ongebruikt achter het glas. En sommige van de slachtoffers werden nog in dezelfde stoelen aangetroffen waar ze op zaten toen de ramp begon. Nog voordat ze konden opstaan, waren ze al verstikt. Het is een publiek geheim in Spanje dat amusementsgelegenheden zelden vuurbestendige decoratie hebben en dat er gemakkelijk de hand wordt gelicht met kwaliteitsnormen bij de inrichting.
Deze disco was 8 jaar geleden geopend in het centrum van Zaragoza in een oud gebouw. Toch zei de burgemeester vanmiddag dat er regelmatig inspectie was gehouden en dat het lokaal voor zover bekend voldeed aan het strikte veiligheidsreglement van de stad. Zaragoza heeft 3 dagen van officiële rouw afgekondigd. Over een paar dagen beginnen in Roemenië de processen tegen leiders van het voormalige communistische regime. Alle processen zullen openbaar zijn, zo is vanmiddag bekendgemaakt. De Roemeense televisie heeft 5 hoge functionarissen laten zien die in het bewind van dictator Ceausescu een belangrijke rol speelden. Ze staan in de beklaagdenbank op beschuldiging van volkerenmoord en sabotage van de economie. Onder deze voormalige topfiguren ook de oudste zoon van Ceausescu, Valentin. Zijn broer Nicu en zijn zus Zoya zitten al in de gevangenis. In Roemenië is de doodstraf afgeschaft, maar op 28 januari wordt er een referendum gehouden of die weer moet worden ingevoerd. Voorlopig president Iliescu maakte bekend dat de Roemenen op die dag ook moeten beslissen of de communistische partij wordt verboden. Vrijdag nog werd die buiten de wet geplaatst. Volgens Iliescu is dat een foute en overhaaste beslissing geweest. Vanmorgen is het grote Rode Kruiskonvooi na 8 dagen teruggekeerd uit Roemenië. De karavaan vrachtwagens heeft er bijna 200.000 voedselpakketten gebracht. Van de oorspronkelijke 85 vrachtwagens kwamen er bijna 50 terug. De rest was alweer gewoon aan het werk met het oppikken van retourladingen. Opgewacht door familieleden reed het konvooi de Nederlandse grens bij Arnhem over. Het konvooi heeft in Roemenië geen noemenswaardige pech gehad. De chauffeurs zijn ervan overtuigd dat hun hulp goed is terechtgekomen. En dan het weer tot slot. Vannacht wordt de mist geleidelijk uit het land verdreven. Er blijft veel bewolking en af en toe valt er wat regen of motregen. De temperatuur loopt langzaam op naar 9 graden morgenmiddag. Tot zover dit journaal. Goedenavond verder. Vara Televisie, Nederland 1, goedenavond allemaal. Van de 7 programma's die we vanavond voor u hebben, zijn er slechts 2 afkomstig uit het buitenland. Zo'n buitenlands programma is bijvoorbeeld Cagney en Lacey. Om 9:50 kunt u daarnaar kijken. Aansluitend daarop, dan is het bijna 10:30, kunt u voor de 2e keer kijken naar Bart Peters met zijn kleinste show. En de Belg, die belicht deze keer de begrippen als Hollandse vrijheid en tolerantie. Muzikale gast van vanavond is Frank Boeien. Voor Cagney en Lacey kunt u kijken naar 2 rechtstreekse programma's. In chronologische volgorde zijn dat Sonja Barend en Achter het Nieuws. Van Sonja Barend en Paul Witteman hoort u zo dadelijk wat zij in hun programma hebben. Het is zondag, dus kunt u vanavond ook weer kijken naar onze comedy Laat Maar Zitten. Maar voordat we daar aan toe zijn, eerst een aflevering van Flying Doctors. Het team krijgt versterking van de jonge en enthousiaste dokter David. Tijdens zijn eerste nachtdienst wordt er een jong echtpaar binnengebracht dat een ongeluk heeft gehad. Als criminelen ergens een hekel aan hebben, dan is het wel aan verklikkers. Faber wordt te hulp geroepen in Laat Maar Zitten. Tegen 8:30, Sonja op zondag. Een rechtstreekse uitzending vanuit de brakke grond in Amsterdam. Daarna presenteert Paul Witteman Achter het Nieuws. Omdat de buren hebben geklaagd, moeten Cagney en Lacey het gedrag van een zeer excentrieke vrouw nagaan. Om 10:30 gaat Bart Peters in de kleinste show, zoals gezegd, op zoek naar Hollandse vrijheid en tolerantie. Aan het eind van onze varenavond Natuurmoment, waarin aandacht voor de rotganzen op de Wadden. Het woord is nu aan Sonja Barend. Wachten in de file, wachten bij de dokter. Je ergert je een ongeluk, maar we doen het heel erg vaak. Bernard Drucker, 80 jaar en beroemd van het bioscooporgel in Cinema Royal in Amsterdam. Er is een club opgericht waar je elkaar voor je genoegen kunt afschieten. En dan nog dit. Deze telefoonklap kost 112 gulden. Deze, precies hetzelfde, 49,95. Echt en nep. Voordeel of misleiding. 7:30 zijn we er. Paul Witteman is er nu, de echte trouwens.
Met de onderwerpen van Achter het Nieuws, goedenavond. Wat beweegt adoptieouders om juist een kind uit Roemenië te willen opnemen? We spraken met ouders hier en reeds geadopteerde kinderen. Vandaag start de actieweek voor hulp aan Ethiopië. Cameraploegen mogen het land Ethiopië niet in. Mevrouw Lubbers, de vrouw van de minister-president, komt er net vandaan. En vanavond in Achter het Nieuws spreekt zij over de zin en onzin van noodhulp aan Ethiopië. En door een belastingheffing dreigt de handel in bloed commercieel te worden. Maar dat heeft weer risico's voor de patiënt. Deze onderwerpen straks in Achter het Nieuws na Sonja om ongeveer 9:15. Graag tot dan. Miles to Cooper's Crossing.